En Schone Maas houdt in dat we vandaag 19 maart beginnen met de landelijke opschoondag, ook langs de oevers van de Maas. Om zwerfafval, vooral plastic zakjes, troep die mensen achterloos weggooien, op te ruimen voordat het in de Maas komt en uiteindelijk in de plastic soep in zee verdwijnt. Wat mij betreft gaat het inderdaad ieder jaar herhaald worden, want zwerfafval blijft geloof ik nog jaren een probleem. Ook al is deze actie ook bedoeld om mensen bewustzijn bij te brengen. Om het zwerfafval te verminderen, denk ik dat we nog steeds jaren nodig hebben om de Maas met regelmaat schoon te maken. Wat ik zo mooi vind aan deze actie is dat ik heel veel mensen heel enthousiast hier naartoe zie komen. Die al zeg maar aan het schoonmaken zijn terwijl wij nog niet eens begonnen zijn. Die hebben er echt heel veel zin in om dit gebied en de Maas inderdaad vooral schoon te houden. En te zorgen dat het niet alleen een schone leefomgeving wordt, maar ook een veilige leefomgeving. Want een schone omgeving is een veilige omgeving. Ik ben hartstikke trots op graven en graven aan de Maas. Ik ben zelf een fervent watersporter, dus we maken heel veel gebruik van de Maas. En ik heb in de afgelopen 25 jaar heb ik gezien en gehoord, ook uit rapporten, dat de Maas steeds schoner is geworden. En ik vind dat we dat moeten volhouden en steeds verder moeten gaan om onze Maas mooi schoon te houden. We hebben hier een prachtig gebied, dus, en dat moeten we ook schoon houden. Wat we horen van de deelnemers die meedoen aan de Schone Maas actie is dat ze eigenlijk ontdekken dat er veel meer aan de hand is toch dan ze in eerste instantie denken. De oevers van de Maas komen mensen niet zomaar. En als ze nu er langs lopen merken ze dat daar toch heel veel plastic en andere afval ligt. En ja, dat maakt ze dus bewust van dat, dat plastic dat gaat uiteindelijk, als er niks mee gebeurt, naar zee en komt bij de plastic soep terecht. Dus mensen realiseren zich ineens dat de aanpak van de plastic soep, dat die eigenlijk heel dicht bij huis begint. Namelijk te zorgen dat het niet in de wateren en rivieren terechtkomt. Bij deze actie zijn heel veel groepen betrokken. Dat zijn mensen die al met natuur en milieu bezig zijn. Maar ook bijvoorbeeld vissersverenigingen, roeiverenigingen. Er zijn ook plekken waar jagersverenigingen aan de slag gaan. In de Biesbos bijvoorbeeld zijn een hele groep leden van de ANWB ook aan de slag om de omgeving schoon te maken en om te ontdoen van zwerfvuil. Dus ze zien dat er steeds meer groepen aanhaken bij deze acties. Eigenlijk zijn deze acties nog maar het begin. Mensen worden hierdoor bewust van wat er aan de hand is. Maar wat we daarna gaan doen is ook vooral kijken van wat vinden we allemaal, waar komt al dat afval vandaan. Want we willen niet jarenlang dit soort acties moeten blijven doen. Dus we gaan onderzoeken waar komt het vandaan, zodat we ook echt aan de bron kunnen aanpakken. En kunnen voorkomen dat we elk jaar weer opnieuw zo aan de slag moeten. Belangrijk dat iedereen zich bewust is van wat ze kunnen bijdragen zeg maar, aan het voorkomen van afval. Als het dan toch ontstaat, zeg maar, dan is ook het waterschap daarbij actief betrokken. Omdat wij zeg maar, het watersysteem tot in de haarvaten bedienen. Vanuit de Peel komt hier in dit gebied het water richting Maas. Al het vuil wat wij zeg maar, ook weg kunnen halen in de Raam en de aansluitende beken komt niet hier in dit prachtige gemaal, via dit gemaal in de Maas en uiteindelijk in de oceaan waar het een eeuwig probleem is en microplastics en dergelijke tot problemen voor vissen kunnen leiden.
De boodschap voor de deelnemers is allereerst bedankt dat jullie meedoen. Goed dat er mensen zijn die hun verantwoordelijkheid nemen. En vooral straal het uit, ook in je omgeving door het jaar heen. Hou zwerfafval in de hand totdat je een bak tegenkomt.